Goedenavond, we zijn weer bij Shortcut Animal Awards, de 7e keer alweer. En kijk eens mensen naast wie ik sta. Monique van de Ver. Hi. Oké, voor professioneel blijven. Dat wel hoor. Monique, wat doe jij, of wat brengt, wat doe jij? Wat ben jij bij Shortcut? Ik mag vanavond de Rutger Hauer Award uitreiken. Ah, Rutger, ja, een heel groot verlies. Een geweldige acteur. Ik heb hem een paar keer heel kort tegen hem mogen praten. Ik ben zelfs gedist door hem, maar daar was ik trots op. Maar wat een man was dat. Ja. Wat een charisma. Ja. Ik ben hem altijd heel brutaal en heel. Maar bij hem was ik echt. Humble. Echt, dat heb ik haast nooit bij mensen hoor. Maar hij keek je altijd zo aan van, pas op jij. Ja, wat fijn, wat leuk. Een heel lieve man. Zeker, ja. Het is heel jammer dat het zo niet te gebeuren. Ja, absoluut. Maar hij laat wel prachtige dingen achter. Hele mooie dingen achter. En het is ook heel mooi dat hij vanavond, dat de award naar Paul gaat. En Paul Verhoeven. En ze hebben allebei zoveel betekend voor de Nederlandse filmindustrie. Dus daar ben ik zeker heel trots op wat zij bereikt hebben. Zeker. Ja. En jullie hebben zelf de legendarische film, die blijft gewoon goed. Ja. Het maakt niet uit in welk tijdperk samen is dat. Hè? Ja, ja. Is helemaal niet, eigenlijk niet eens gedateerd. Nee. Het is niet, als je nu jongeren zou laten zien, dan zouden ze nog herkenbaar. En, dat is heel fijn. Ja, ik ben even afgeleid, knippen eruit of niet. Soms laat ik dingen gewoon erin. Ja. Ben je wel eens bij Shortcut zelf bij de kring geweest, zeg maar? Eén keer, ja. Maar dat is alweer een tijd geleden hoor. Als gastspeler? Ik ben gewoon een keertje geweest en ik zou alsmaar iets gaan doen met Shortcuts, maar het kwam er gewoon nooit van. Ik was ook gewoon of altijd aan het werk of in het buitenland. Nee, ik ben er nu. Fijn. Ja. Sowieso heb ik ook respect voor jou. Thea tegen René ook gezegd hetzelfde. Jullie blijven gewoon hard. Jullie blijven gewoon in. En dat, je weet, als vrouw zijn er één rimpeltje en sachet away. Maar jullie blijven gewoon nog steeds werk krijgen. Dat is gewoon fantastisch. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het leuke dat je in Nederland dat ik een carrière van 48 jaar al heb. Dus 48 jaar geleden dat ik Turks Fruit deed. En dan groeit het publiek met je mee. Dat is wel heel fijn. Ja. Dat je altijd. Maar het is ook geen garantie. Er zijn ook heel veel acteurs die een hele mooie grote carrière en die nu bij wijze van spreken thuis op de bank zitten. Ja, dus het is, het is gewoon, het is echt een blessing. Ik loop iemand langs hier naar het toilet. Het is echt een blessing dat je nog steeds werkt. Ja, zeker. En ben je op dit moment met een film bezig of met theater? Nee, ik ben eventjes gestopt omdat ik een biografie aan het schrijven ben. Wow. Samen met iemand. Dus dat, ik duik nu in alle. In 48 jaar Nederlandse film. Het gaat over de film, niet over je privé of gedeelte. Dat komt er ook in natuurlijk, maar het is eigenlijk de bedoeling dat de 48 jaar Monique van de Ven in Nederlandse film en niet alleen mijn eigen films, maar ook gewoon de films die ik mooi vond en dat ik die ook bespreek. Dus het is een werkje. En heb je ook wel eens een film geregisseerd? Ja. En ben je dat vooral om dat ooit weer te doen? Ik vind het heel leuk om te doen. Zal ik hem even voor je? Nee hoor, ik ben het gewend. Ik heb Zomerhitte geregisseerd. Ik heb heel veel Dr. Deens geregisseerd. Ik heb Mama's Proefkonijn. Ja, ik heb wel geregisseerd. Ik vind het leukste wat er is, maar... Leuker dan acteren? Nee, ik vind acteren ook toch, heerlijk. Ja. Maar ik vind af en toe regisseren ook heel fijn. Ja. Ja. Maar dat is fijn dat je tegenwoordig regisseurs die nemen acteerlessen. En niet omdat ze zo nodig willen acteren, maar dat ze zich kunnen verplaatsen. Precies, en dat is zo belangrijk. Ja. Ja, want je kan wel gelopen schreeuwen op een set naar. Maar als je er zelf. Ja, dan weet je. Nee, het is heel belangrijk. Ja. Dat je als regisseur je realiseert waar een acteur doorheen moet gaan. Juist, juist. Ja. En wanneer komt dat boek uit? Over twee jaar. En is het soms ook wel moeilijk, want ik wil wel eens over mezelf schrijven. Ik vind het soms moeilijk over mezelf te schrijven dan dat ik een andere vorm maak. Ja, maar het is echt ook een zoektocht naar wat ik allemaal heb gedaan. En heel veel met beeld wil ik het doen. Oh, ja. Weet je? Dus dat je vanuit het beeld vertelt. En anekdotes vertelt en dingen die er gebeurd zijn. Wel leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ja. Nou, succes met je boek. En ik ga het lezen. Ik weet zeker dat het succes wordt.
En ik denk dat je zelf een momentje zou krijgen van, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, hè? Leuk. Hey Monique, hartelijk bedankt dat je even tijd hebt genomen voor mijn show. En doei. Dag. Dankjewel. Zo, mijn onderkin wegvalt, heel hoger. Nog een mooie, zo ja. Kijk, nou heb ik geen onderkin. Je moet wel een beetje draaien dan, hè? Zo, erg. Dutch angle heet dit. Ja, oké, okay, ja, ik begin met filmen. Meteen doet pijn, ik heb heel veel kak. Ik sta naast Patrick Kennephaas. En jij bent filmmaker. Ik ben filmmaker. Mag je iets vertellen? Want je hebt mij laatst met Shortcuts van de Zomer iets verteld, of je bezig was. Mag je daar iets over vertellen of nog steeds? Ja, niet? Dat is wel eigenlijk al een project dat nu op het hold staat. Okay, ik ben wel weer bezig met een nieuw project. Oké, okay, vertel daar maar wat over dan. Ja. Nou, ik ben dus nu bezig met een. Het is wel een schrijfproces. Ik weet eigenlijk niet of ik het mag pitchen, maar het is. Het is een film die ik dus maak met Bart Schrijver. Ja. En Bart. Kom ik terug. Bart heeft al wel wat korte films gemaakt, ik dus nog niet. En ik ben eigenlijk een visual effects guy en ik ben nog niet echt een regisseur. Tenminste, zo wil ik me nog niet noemen als ik het nog niet gemaakt heb, maar ja. Ik heb het gevoel dat ik het wel kan. Dus ik play het op safe en ik doe dit samen dus met Bart Schrijver en ik schrijf zelf. Ja. En Bart ook. En dat schrijfproces, daar zitten we dus nu nog in. En dan gaan we dus we weten in ieder geval hoe de film vormgegeven gaat worden. Dat is een film die op het toilet afspeelt. Dus een korte film. Een korte film, ja. En het is een hele kleine film, een hele kleine locatie in ieder geval. Ja. Dus een korte film van 9 minuten op een hele kleine locatie. En ja, daar speelt wel de hele film af. Wauw, ja, maar dat is echt mooi. Het is ook heel technisch, heel moeilijk. Ja. Omdat we dus met wel heel veel vernieuwende dingen gaan werken. En dat is eigenlijk wat ik erover kan vertellen. Het is maar jij gaat hem ook regisseren? Ja, samen met Bart. Nou ja, de speels heb je al gevonden. Sorry, ik zal me even iets meer omhoog zetten. Ik zit graag op de wc. Ja? Ja, heel lang op de wc. Ik ben ook helemaal geen vlogger of ik doe helemaal niks. Nee, je bent wel te aan het bewegen hoor. Sorry. Een beetje stil, dan worden mensen een beetje duizelig. Ook spannend. En wanneer gaat dat, is de bedoeling, ja, het schrijven kan natuurlijk lang duren. Nou ja, best wel snel eigenlijk. Okay. We willen half maart gaan filmen. Ook spannend. Dus ik heb dit doel, dus dat is wel een leuke herinnering voor deze video. Ik moet eind dit jaar 4 films gemaakt hebben. Oké, daar houden we aan. En dat is alleen haalbaar als ik dus veel schrijf en snel produceer met degene met wie ik dit doe. En minder feestjes aflopen. Weinig feestjes? Nee, de feestjes zijn wel belangrijk. Ja, je moet het netwerk. Dus dat is, dus dat is belangrijk, maar ik wil het vooral ook op één locatie houden. Dus daardoor kan ik dus ook wat makkelijker een film schieten. Nee, dus het moet bij wijze van spreken zo zijn dat je de camera pakt en gelijk kan filmen. Maar dan doe ik het wel iets beter dan dat. Dus, oké, okay, nou tof man. Nou, we wachten het af en we zien het voorbij komen. En ga ik ook wat shortcuts indienen dan? Dat is de bedoeling. Dus het moet onder de 15 minuten blijven. Ja, zeker. Pas op, weet je hoe het is met filmen, dat kan wel eens uitschieten dan. Dus nou, bedankt in ieder geval voor je tijd. En we gaan je volgen. Dus, ik ben heel benieuwd. Hey, doei. Dankjewel, doei. Hallo mensen, ik ben nog steeds bij Shortcuts en ik zit naast Raymonde, de Kuiper, die net in dingen zit. Ja, maar jullie team heeft 4 prijzen. Volgens mij wel. Ja, ze zijn echt hebberig geweest. Ze hebben gewoon 1 prijs overgelaten aan anderen. Maar Best Actress, die heeft zij gewonnen. Yes. En dan de... En de schrijfster. Schrijfster. En Of de publieksfilm. Publieksfilm. Oh jezus. Sorry. Rust zacht Billy. Nog 1 keer. De voorstelling heet Rust zacht Billy. En met wie spelen we dan mee? Allemaal uit allerlei verschillende hoeken komen die. Lisa van Verbeelen, die komt van huis uit België. En Anton de Bies komt. Nou ja, dat is een beetje overdreven om allemaal te zeggen waar ze van huis uit vandaan komen. Nou, maar het is een grappig werk Nederland heel vaak met België. En dat vind ik veel mooi, ook in televisieseries. Ja. Want ik vind België echt goede acteurs hebben. Ja,
Dus, en waar is het allemaal te zien? Door het hele land. Door het hele land. Het heet dus Rust Zacht Binnen. En wat is jouw rol? Vaak genoeg zeggen. Ja, dat is te ingewikkeld om te zeggen. Dat kunnen we googlen. Ja, en ga je nog film doen of serie? Is dat nog een film? Ja, ik ga ook van de week beginnen met een film. Wow, mag je een klein gaat heten Expeditie Vos. Expeditie Vos. Ja, ook weer met Randy erbij. Die dit ook speelde. Noem haar naam nog een keer. Randy Fokker. Randy Fokker. Ook weer bij. Bekend van Albert Heijn reclame. Nou, voor de mensen. Ja, nou ja. Ja, het wordt een beetje Harry Piekema effect. Ja, die doet ook mee. En ja. Anne Drijver. En hoe heet ze nou? Nou, verdorie. Ja, nou, ja, maakt het is veel te laat om al die moe en ja. In ieder geval Raymonde, even nadenken. Bedankt dat je toch even tijd hebt gemaakt voor mijn interview. En doei! Ik sta naast Edward de Jong, stormrechtstijder. En jullie zijn studenten van? De Nederlandse Filmacademie. Nederlandse Filmacademie, de toekomstige directors, schrijvers. Ja, producers. Producers, ja, daarom. Alles. Dus ik ben even bij ze aan het slijmen, voordat ik nog dood ga, ze nog een mooie rol krijg bij hun. Ja, daar kunnen we het zeker over hebben. Sowieso, heb je al. Jullie zijn getuigen, Laat de film. Ja, oké. Maar ik wil wel niet, kijk, ik ben nu al aan het aftakelen en zo, dus het moet snel gebeuren. Okay. Ja, nu gaat het nog een beetje, maar over een paar jaar dan kan ik het allemaal niet meer. Gewoon botox, helemaal oké. Maar ja, jullie zijn dus ook bij Shortcut Annual Awards, de 7e keer alweer, wauw. Maar waar zijn jullie nu mee bezig? Met een film, met een short, met een... We zijn bezig met opdrachten, we hebben een docu net achter de rug, ik. En jij bent bezig met een... Grotingen maken, scripts aan Deze jongen is bezig met grote dingen hoor. Hij zit in het eerste jaar, wil nu al korte films gaan produceren. Ja, maar dan moet je gewoon doen. Ja. Dat was onze instelling, gewoon meteen gewoon pakken. En dat er niet was op gaan wachten. Vanavond ook een beetje de toon. Juist. Iedereen zegt gewoon doen, gewoon maken, durf te falen. En dat wil ik ook gewoon iedereen meegeven. Ja. Wij maken ook dingen waar we niet altijd trots op zijn. Maar we hebben het wel gedaan. Ja, precies. Ja, niet veilig doen. Nooit en wat veilig. Die ene meneer zegt, ik ben heel slecht met naam. Wat zei, deze tijd, in mijn tijd had je dat. Ik ben zo oud. In mijn tijd had je dat allemaal niet. En nu heb je alles digitaal. Je hebt YouTube. Weet je, wil niemand naar je films komen? Je gooit het gewoon op YouTube, weet je. Ja. Dan gaan heel veel mensen kijken. Ja, zeker. Of er kijken 10 of er kijken 10.000. Want dat is het leuke daarvan. Maak een filmpje Nokia. Zonder kut geluid, maar als het een leuk verhaal is, je weet wie er naar kijkt, precies, toch? Daarom, ja, toch? Dus, maar je kan alles maken. Je hebt echt geen grote camera nodig of een hele crew of heel veel geld. Is onzin. Nee, zeker weten. Gewoon jij en je vrienden en een camera. Die op je de mooiste films zijn juist door mensen gemaakt die, met passie. Met passie. Zeker, zeker. Het moet een en al passie. Een en al passie. En niet tukken. En niet bekrompen. Nee. Open mind en ga er gewoon voor en doe gewoon gek en een film kan gewoon alles, weet je. Wees niet bang. In de lijntjes blijven, in de netjes blijven. Maar dus jullie gaan in de toekomst nog iets? We zijn over een paar jaar zijn wij te vinden hier weer in het AI en dan hebben we allemaal studentenfilms gemaakt. Hopelijk kunnen wij dan laten tonen dat wij wel iets te bieden hebben. Hè? Wow, zoals Ido ons heeft verteld. Ido van AI, wij hebben iets te bieden. Hij heeft ons leren pitchen. Ik ga misschien straks interviewen, dan ga ik zeker weten. Als jij Ido kan vinden, stuur hem over. Nou, mijn arm wordt lang, die jongens bedankt. Nee, heel leuk interview. Ja, ik heb een kaartje, we worden Facebook vriendje. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Doei! Like en subscribe. Ja. Like. Hallo mensen, ik ben nog steeds bij Shortcut Annual 7th Annual Awards. En Raymonde. Ik heb haar al geïnterviewd. Zij is ook geïnterviewd. Oh cool. Zo. Ik sta naast. Yvette van Praag. Best actor today. En Guusje van Deuren, producent bij The Rogues. En School's Out en Crow's Nest. Ik zei tegen de actrices, ik zeg, jullie zijn echt hebberig, man. Ja, we zijn heel hebberig. Jullie hebben maar één prijs voor andere mensen overgehaald. Daar is me allemaal één gepikt. Kijk. Je moet pakken wat je pakken kan. Ja, pakken wat je pakken. Ja, die vind ik goed. Maar gefeliciteerd. Ik heb echt Raymonde. Fantastisch, ik heb gezegd, dat was gewoon één take, één shot. Het was niet geëdit, niks. En één keer kwam alles eruit. En ik zei ook wat belangrijk is met acteren, dat mensen je voelen.
Yeah. Je kan wel, ik kan acteren en ik kan acteerschap gedaan. Ja, geloof. Voelen. Yeah. Ik heb helaas jouw film niet gezien, maar die ga ik ooit een keer kijken. Hij speelt zijn eigen leven. Ik heb gehoord dat jij 12 was toen jij begon aan die film. Wat heet die film? Dat was de documentaire. Ja, yeah, we zijn begonnen met de documentaire. Omdat ik piano heet, was ik 12. En 2 jaar daarna hebben wij Crowness opgenomen. Crowness. En toen was ik 14. Ja. En nu zijn we een jaartje verder. Ik ben 15. 15 man. Dit jaar ook, 2020, ga ik het met debuut maken. Ja? I Don't Wanna Dance heet het. Ja? Hou dat als je begint te gaan. Ja? Speelfilm. Zij heeft er ook in meegewerkt. Kleen heeft er ook in meegewerkt. Shout-out naar iedereen, shout-out naar mijn team. Yeah! Tim, jouw prijs is er ook. Romana, jouw prijs komt nog, want je hebt al genoeg prijzen. Ja? Wees trots op je acteerzoon. Ja? Woe! Ja, Romana, waar ben je? Ik heb mijn beloofde interview, maar wacht maar, ik ga je op krijgen en dan gaan we 20 minuten interview doen, ja? En dan ga ik niet aan je mondje zitten en ik ga je niet aaien en... Gewoon straight talk. Echt zo, hey, power to haar met haar speech, hè? Ja, echt, Romana had de mooiste speech van de avond. Ja, zeker. Iedereen moet luisteren. Zeker. Facts. En snel. Straight up. Ja, hey, jongens, bedankt. Dat zijn allemaal hoe en nou ja, tot de volgende award. Ja, zeker. Doei! Hallo mensen, ik sta naast. Leonard van Herwijn. Leonard was onder andere genomineerd als acteur bij Shortcuts vanavond. Ja. Bammer dat je niet ging waar we waren, hoor, maar de camera doet raar. Goed, hè, van mij. Natural, man. Jezus, man. Mijn camera. Zo goed. Ja, mijn camera, ik weet niet waarom die dat doet. Nee, nou doet het wel. Waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met een techniek, dat heet de chipper techniek. Dat is van Ivana Chubbuck, dat is een Amerikaanse methode. Ja. En daar werk ik mee nu met een aantal actrices, al een tijdje. Ja. En daarnaast heb ik een dialoog die ik schrijf, dus ik ben ook maker. Oké. Ik ben in Antwerpen gestudeerd op de Herman Terling Studio. En daar ben ik nu ook mee bezig. Oké, dus spannend. En acteur en maker. Oké, spannend. Ja, ik heb zelf ook een film gemaakt die is in de maak. Oké. Het is weer in de edit, zeg maar. Ja. Ja. Dus afwachten hoe dat. Ik hoop hem ook bij Shortcuts te releasen. Ja, dus, precies, natuurlijk. Ja, moet eens afkomen. Ja, dat is dat zo. Is altijd. Je bent afhankelijk van andere mensen, maar dat komt goed hoor. Ik heb een hele goede. Ja, die heeft ook gefilmd zelf en hij is gewoon een hele goede editor, dus dat komt wel goed. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor je tijd en tot de volgende keer. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Hallo jongens, ik sta naast Bilal Adil. En jullie zijn? Regisseurs van Bad Boys for Life. Yeah! En Black. En Black Panther. Ik heb van iedereen gehoord dat hij zo goed doet. Ik heb hem nog niet gezien, sorry jongens. Yes. Maar ik heb misofonie. Ik ben zelf wel actrice. Ik wil wel dit doen, maar bioscoop is voor mij een hel. Maar ik ga hem ooit een keer zeker zien. Hé, wat brengt jullie dat Shortcut? Wat tof dat jullie zo tijd hebben gemaakt. Want jullie hebben hartstikke druk. Ja, heel druk. Ja. Maar mooi is de première, dus dat is een keer. Ze doen present in Nederland. Voilà. Ja, alleen, geweldig. Je hebt plezant. Ik heb genoten van jullie, hè. Nou, echt tof. En met Bad Boys natuurlijk net afgerond. Maar ja, jullie een beetje, ik ken jullie niet, maar een beetje. Jullie zijn vast met iets anders bezig. We zijn wel een paar projecten. Ja, een paar projecten in België. Ja. We altijd terugkomen. Maar naar Bad Boys, wie heet Bad Boys 4? Hè? Wie heet het? Of Bad Old Girls? Dat kan ook. Nou, leuk. En kan je een kleine scoop nog geven van een nieuw film? Kleine scoop. Blijft tussen ons niemand kijken naar de joh. Nee, maar behalve dat ze nu Bad Boys 4 willen doen, is er niks speciaals. Nee, oké, alleen in België nog. Is dat een short of een feature? Een serie. Ja. Oké. Okay. Hey jongens, ik weet dat jullie het heel druk hebben. Bedankt voor jullie interview en je bent mijn kaartje en... Dank je. Doei!